Hey jongens, dit ben Dennis, a.k.a. Renske, en vandaag geven jullie een nieuwe live commentary op nieuwe deel C-mappen. En dit is op Magma. En je hebt waarschijnlijk al gezien welke wapen ik geselecteerd heb. Dit is de Peacekeeper. En ik heb best een aparte setup op. Ik heb Peacekeeper met een Fast Mag, Quick Draw en Rapid Fire. En Rapid Fire gebruikt niemand op dit wapen. En ja, waarom ik wel? Niet vanwege mijn accuracy zo goed is, dat zag je daar wel. Nee, maar ik gebruik het expres omdat dit wapen echt enorm zwak is. En er is maar één manier om dit wapen sterker te krijgen. En dat is door de rapid, of rapid fire, ja. Door gewoon de fire rate omhoog te werken, dus rapid fire erop te zetten. En ik vind het gewoon een hoop schelen. Ik bedoel, net zag je even één keer dat ik enorm scheef schiet. Nou ook. Dan schiet ik echt enorm scheef. Maar daar kun je aan oefenen, weet je. Je kunt gewoon oefenen met schieten, waardoor je beter wordt. Maar je kunt de wapen niet sterker maken. Zonder dat je dit doet, zeg maar. Shit, is irritant. Zeg, alsjeblieft dat hij nog zit. Hij zit er nog steeds. Come on. Oké, die andere hebben zij. Daarboven. En alsjeblieft, zet ik hem heb. En dan komen we eraan. En we gaan naar binnen. Haha. Surprise. En wacht, het is hier enorm druk. Ik wil zo meteen nog even over die wapen hebben, maar het is hier echt enorm druk. Dus nou zie ik niks meer. Dan maakt het ook nog allemaal net iets makkelijker. Even wachten. Tot die EMP over is. Als het goed is, staan ze allemaal links van mij. Zitten ook bij B. Misschien, weet je wat, ik ga gewoon naar B doen. Gotcha. En mijn wapen is al op. Bijna. Lol. Nou, ik scam eruit als ik helemaal fucked. En nou ben ik dus nog fucked. Maar god, die mensen hebben niet gezien. Pak even Ballista. Waarom ik dit heb gedaan, weet ik niet. Want. Oh, wacht, yes. Dan pak je die aan. Oh. Zo blij. Ik had geen secondary. Ik denk, nee, shit. Nou pak ik een Ballista op. Is hij nou dood of niet? Serieus? Hij is niet dood. Hij zit boven mij. No. Oké, we hebben een ander wapen. Ja, het is eigenlijk hetzelfde wapen, maar het is niet mijn wapen. Even wachten, die EMP's zijn irritant, ik weet dat ze boven me zitten. Snel, ik wil even kijken, maar... Oké, gaan we kijken, alsjeblieft, zeg dat het safe is. Damn it, ik moet hier weg, ik ga hier weg. Het is maar hier even iets riskant, al die EMP's en zo, ik zie niks. Even zo, het duurt ook al te lang, hè, dat laden, daar ben ik niet gewend. Hier, ik heb quick draw. Ja, ik heb wel quick draw, nee, ik heb fast match, en dat vind ik echt een hoop schelen. Breng ik toch iets meer tempo in het spel. Ik heb bijna mijn orbital. En ik zeg expres bijna, want ik ga hier altijd dood. Stel alsjeblieft niet dat je komt. Alsjeblieft. Oh, pas op lava. Oh mijn god, serieus. 3, 2, 1. Nice. Die andere zit er ook. Oh, mooi dat hij mij niet door had. Even kijken. We staan 11 om 1. En alle enemies zitten bij mij. Dat vind ik... Nou niet meer. Hoe snel kan het gaan? Boom, iedereen weg. Shit, ze spawnen hier allemaal. Pak even dit wapen, misschien iets beter op afstand hebben. Maar dan weet je ook niet waar ik ben. Dat is wel handig even, dat ik ook een andere Peacekeeper heb, niemand anders. Want de Peacekeeper staat erom bekend dat hij goed is op afstand. Is eigenlijk een soort van assault rifle qua stats. Maar ik vind hem gewoon niet fijn. Ik vind hem gewoon echt niet fijn. Ik heb het idee dat hij super zwak is. Dus ja, dan moet je er iets mee doen dat je hem zelf fijn vindt. En zit hier om te campen. Ik had hem serieus niet gezien. Ik keek op de kaart en ik, huh? Oh, daar staat iemand. Ik had hem echt niet gezien. We hebben bijna mijn killstreaks. Het probleem is alleen die enemies. Waar zitten jullie? Even switchen naar secondary. Of ja, mijn secondary, mijn andere. Ik zie ze daar lopen. Ik ga er ook gewoon naar heen. Oh, dat was raar. Ik dacht dat ik Tactical Insertion zag staan op mijn... in mijn scherm. Nee. Oh boy, dat was zo lucky. Nee, minder lucky. Who the fuck? Zeg niet dat je er spande. Oh, gelukkig. Wauw. What the fuck? Dat was echt, what the fuck. Ah, oké. Die had ik misschien wel verdiend, maar serieus, die C4 was al zo kapot random, jongen. Ik gooide hem echt scheef en ik had hem nog wel met die auto, dus dat had ik geluk, maar... Geluk duurt bij mij nooit zo lang. Ik heb mijn dorks, maar ja, ik weet niet wat ik met mijn dorks moet. Die dingen maken toch geen kills, maar... Headshot, bitch. Die enemies doen niet veel, heb ik het idee. Ik heb een keer 10 mensen die gewoon killen. Hoe kan dat? Waarom doe ik triple cap? Waarom doe ik dit? Enemies zijn toch allemaal aan de andere kant. Zij zullen A toch wel pakken binnen nu in een paar seconden. Volgende rond doe ik mijn dogs. Ik vind niet dat het er nou nog zin heeft. Die potje toch afgelopen. Kon ik toch even snel die punten mee pakken. Zij gingen toch een A toe, dat zag je ook. En we horen het ook. Losing A. 17-2. Jammer dat ik mijn swarm niet heb gehaald. Misschien de volgende ronde. Wie weet. Nee, ik weet het zeker niet. Oh, what the fuck. Nice. Ik nee, ik ben gestunt. Ik ga dood. Ik ga eigenlijk altijd dood met een stunt. Maar zoals je ziet,
De wapen is ja, compleet anders eigenlijk als je hem zo gebruikt. Ja, dit heeft geen zin om af te rennen. Maar in ieder geval, ja, Rapidfire. Wie zet er nou Rapidfire op dit wapen? Dat doet eigenlijk vrijwel niemand. En ik moet zeggen dat ik er toch redelijk goed mee heb gespeeld net. En ja, je moet echt heel dichtbij staan. Wil je echt ja, iets aan hebben. Want normaal is het bij de wapen. Het is een goed wapen. Alleen voor grote afstanden. Maar door die Rapidfire is het alleen wapens. Of is het alleen een wapen die alleen goed is voor kleine afstanden. En dat is heel raar. Er zit eigenlijk niks tussenin. Maar ik doe mijn best in ieder geval. En hopelijk mijn honden ook. Ik ben er nu in een paar seconden. Want ik ga ze inkallen bij 4.50. Dat doe ik eigenlijk altijd. En wat doen we nu? Niet. Ik doe altijd mijn... Oh ja, mijn UV doe ik al bij 4.50. Denk wel, hè. Mijn UV in orbital. Honden kan niet. Nou. Hallo honden. Hallo enemy. Enemies hebben altijd geluk, jongens. Kijken. Ah, dat was gewoon een goed schot. Gaat niet om, maar het is toch lullig. Ik ben benieuwd hoeveel mijn honden doen. Ik gok dat ze 3 of 4 kills maken. Meer maken ze bij mij eigenlijk vooral nooit. Ik kan die aanwacht cappen, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Nope. Oh, ha. Multi-kill. Ja, maar die honden, dat telt eigenlijk niet, man. Hij wou mijn tom haken, denk ik. Ah, is van ons. Ze zullen hier spannen, denk ik. Maar ik hoor allemaal stunts en shit. Dus ik weet niet of die van teammates zijn of van enemies. Volgens mij hebben mijn honden nu al 4 kills gemaakt. Dus nu ben ik eigenlijk al tevreden. Ja, shit. Die moet niet staan. Nu sta ik in het midden van de map en je weet de spawn niet van hun. Ik gok daar eentje. Nee. Oeh. Als ik nou een gewone had gehad, hè, was ik al lang dood gegaan. Nou, eigenlijk al die close quarter situaties zou ik allemaal gefaald hebben. Als ik gewoon een normale, tussen aanhalingstekens, hoe heet het ding, peacekeeper had. Man. Ik heb trouwens ook met grip geprobeerd. Ik heb nou quick draw, maar grip helpt helemaal niks. Iedereen zegt altijd dat grip niet helpt, maar het helpt ook gewoon echt niks. En dat is zo raar. Dat het zo useless is. Ik dacht serieus dat je een enemy zag lopen en dat die... Hier. De mini. Wauw. Ik dacht al, is hij nou dood? Want mijn teammate stond daar. Nou, het is bijna mijn tweede orbital. Teammate achter je. Come on, zeg alsjeblieft. Als teammate hem killt, dan is het ook goed. Maar de... shit, nou ben ik fucked. Nou word ik gesandwiched. Oh, fuck. Oh no, zeg alsjeblieft dat ik terug kom. Alsjeblieft, is terug. Yeah! Nee, shit, ik heb mijn orbital niet. Welk probleem, welke probleem. Yes! Oh, dat was close. Mooi dat hier nog scavenger package ligt. Dat had ik niet eens gezien. En ineens dacht ik, oh, hier ligt gewoon een package. Dat is handig. Want straks zonder ammo. En dat is niet handig. Ik zie niks. Ja, wat jij nou, Riot Shield? Mensen met Riot Shield zijn zo dom. Je moet er gewoon op afspringen, dan kunnen ze niks doen. Even kijken wat die enemies hier doen, hier even mijn neus. Fuck, ik had hem ook. Ik had hem eerder. Hoezo kon hij hem eraf laten gaan? Ja, dat was een faal van mij. Ik probeerde op zijn voet te schieten, dat lukte niet echt. Ik weet niet wat die enemy doet hier bij mij. Hij blijft hier campen. Dat is goed, dan kom ik eens terug. Waar is hij? Waar de fuck is hij? Serieus? Hij is gewoon voorbij gelopen. Alleen mijn orbital, die klopt niet. Die loopt achter. Ja, jongen. Die stunts. Hoezo heeft hij een stun gegooid en een C4 tegelijkertijd? Laat zien. Iemand anders heeft maar gestunt, denk ik. Fijn. Dan gaan ze eens allemaal draadjes spelen. Dat vind ik juist niet fijn. Want sarcastisch dus. Snap jullie ook wel. Ik haat draadjes. Dat vind ik echt irritant. Irritante mensen. Ze zijn makkelijk te killen. Maar niet als het er 4 zijn en allemaal zo spelers hun. Allemaal fucking pussies. Als jullie zeggen dat ze hierin komen, dan knak ze allemaal af. Nee. Fijn. Allemaal dood. Ja, dan spannen ze me aan. Nee, blijf op en neer rennen. Ja, het team is regelen A wel, dan ga ik naar C toe. Ah, zit er al op. 38-5. Ik heb 2 keer mijn orbital gehaald. Ik heb alleen geen swarms gehaald, maar 1 keer dogs. Is falend. Er kwam er echt iedere keer heel erg dichtbij. En hij trouwens heeft een mooi Syndicate logo. Hij is wel een beetje gefaald, denk ik, logo. Maar op zich, mooi dat het probeert. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de map een beetje hebben gezien. En ik moet zeggen, ik vind het een leuke map om te spelen. Het ziet er vet uit. En ja, meer heb ik eigenlijk niet van te zeggen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Houdoe.